Die bovenop staan zijn de hoofdprijzen en die eronder is natuurlijk als een kind tranen in zijn ogen heeft omdat hij niks gewonnen heeft. Dan krijgt hij wel een. Welkom bij deze uitzending van RTM. Wij zitten op deze prachtige dag op een prachtige locatie in Bruchem. En we zijn te gast bij een heel speciaal opvangtehuis. Ik zit naast de beheerder en ik denk dat jij zelf het beste kan vertellen wie jij bent en om wat voor opvangtehuis het gaat. Nou, ik ben Wilma de Jode. Sinds 3 jaar bijna werkzaam hier op het asiel en sinds 1 juni beheerder. En we vangen honden en katten op van de straat, zwerfhonden en katten en mensen die afstand willen doen. En vandaag is er een open dag. De reden van de open dag is? Om mensen een kans te geven om achter de schermen te kijken bij ons op het asiel. En te laten zien wie we zijn en wat we doen eigenlijk. Want heel veel mensen komen zelden in een asiel. En op deze manier kunnen ze op een hele leuke, gezellige manier kennis maken met het asiel. Want jullie hebben vandaag ook activiteiten georganiseerd. En een van de activiteiten is iets wat een hele tijd weg is geweest, maar wat weer terugkomt. Ja. Vertel. Ja. Nou, mijn collega Rianne Steenbeek die heeft de Waf-Waf-wandeling weer het leven ingeroepen. En tijdens de wandeling, mensen kunnen zich opgeven hier op het asiel. Ze krijgen allemaal een goodiebag. Dan lopen ze met een puzzeltocht richting de Welkoop. En daar staat dierartspraktijk Salbommel voor een gratis gebitscontrole. Mensen krijgen daar een bakje koffie. En dan kunnen ze weer terugwandelen. En mensen die meelopen en alle antwoorden goed invullen, die kunnen leuke prijzen winnen. Nou, dat klinkt ontzettend gezellig. En is het een wandeling wat alleen vandaag is of wat een terugkerend evenement gaat worden? Nou, in principe we willen kijken of het een groot succes wordt. En dat hopen we natuurlijk. En dan willen we dat gewoon ieder jaar wel weer gaan doen, als het even kan. Ja. Want je zei net, wij vangen dieren op van de straat. En ook mensen kunnen ook dieren komen brengen. Hoe gaat dat ongeveer in zijn werk? Hoe kan ik me dat het beste voorstellen? Nou, er zijn natuurlijk af en toe, er zijn heel veel zwerfkatten in Nederland. We roepen ook bij deze weer iedereen op om zijn dier te castreren en te steriliseren voor 6 maanden. Op 6 maanden kan alles al krols worden en kunnen ze kittens krijgen en maken. Dus steriliseren en castreren alsjeblieft en chip je dier. Het kost niet zo heel veel, er zijn speciale acties bij de dierenartsen. Dat is even prioriteit nummer 1. Er zijn heel veel zwerfkatten in Nederland, veel te veel. En dus als de zwerfkatten gevonden worden, dan worden ze naar ons gebracht. En dan gaan wij kijken of we de eigenaar kunnen achterhalen. Ja, als het dier niet gechipt is, dan kun je bijna niks doen. Dus dan is het afwachten of er iemand komt. Heel veel worden er jammer genoeg niet meer opgehaald. Zijn ze wel gechipt en geregistreerd, dan kunnen wij ze weer, herenigen wij ze met de eigenaar. Met de honden, ja, je hebt natuurlijk geen zwerfhondenprobleem in Nederland. Maar er zijn natuurlijk regelmatig honden die ontsnappen. En die worden dan van straat geplukt door mensen of de dierenambulance. En die komen ze bij ons brengen. En wij zorgen dan weer dat ze opgehaald worden. Al is het nu ook een groter fenomeen om honden niet meer op te halen. We hebben dit jaar al 11 zwerfhonden die niet meer opgehaald zijn. En dat is meer dan alle jaren ervoor. Het is ook wel heel erg triest dat dat gebeurt. En het is dan wel heel fijn dat jullie er zijn. Hè? Maar aan de andere kant is het natuurlijk een heel triest verhaal. En ook een stukje een financieel verhaal. Want waar bekostigen jullie dit van? Nou ja, van een open dag. De gemeentes Maasdriel en Bommelerwaard die geven natuurlijk een deel. Ik bedoel, we vangen voor hun de zwerfdieren en de afstandsdieren op. Donaties. We hebben een pension ook. Dus mensen kunnen, als ze op vakantie gaan, kunnen ze hun dieren hier in pension brengen. Dat weten ook heel veel mensen niet. En van de verkoop, ja, ik vind het een beetje een vervelend woord, maar van de verkoop van de honden en de katten die hier binnenkomen. En ja, er komen natuurlijk heel veel afstandsdieren binnen waar mensen niet meer voor kunnen of willen zorgen. En wij zoeken daar een plek voor en mensen moeten daar wat voor betalen. En nou ja, we hebben jaarlijks ons jaarverslag wat we versturen. En zo proberen we alles bij elkaar te sprokkelen. Oké. Mensen die meer informatie willen hebben, kunnen sowieso contact opnemen met jou. Kan dat via een speciaal telefoonnummer of een website? Ja. Nou, we hebben een hele mooie website. www.dierenasiel-bommelerwaard.nl. Daar staat alle informatie op. Daar staan onze honden op, daar staan onze katten op. Daar staan speciale oproepen op, leuke dingen die we doen. En daar kun je alle contactgegevens vinden. Daar kun je ons mailen, je kunt ons bellen.
En dan ja, alles wat je maar wil weten. Of wil je vrijwilliger worden of wil je gastgezin worden voor kittens. Daar kun je alles op vinden. Dus kortom, wil je ergens dat je zegt van nou, ik wil een bijdrage leveren. Op welke manier dan ook. Hè? Wat jij zegt, ja, financieel is natuurlijk ontzettend welkom. Maar ook op de kitten, op de vrijwilligers en de kittenopvang. Wat natuurlijk een probleem is. En wat ook ja, moet socialiseren, denk ik. Want daar gaat het denk ik om, hè? Nou, weet je, het is gewoon voor de kittens. Als je, het is net als kleine kinderen die naar de kleuterschool gaan. Als je ze met z'n allen bij elkaar zet, worden ze allemaal ziek. En dat wil je gewoon niet. En er zijn natuurlijk wat schuweren bij, omdat de meesten van de straat komen. Dus als ze naar een gezin gaan met 3 of 4 tegelijk, is de stress veel lager. Dus ze worden veel minder snel ziek. Ze worden gesocialiseerd, dus ze zijn makkelijker plaatsbaar bij gezinnen. Dus het zijn allemaal voordelen die het met zich meebrengt. Ja, zowel ook voor mensen, want ja, ik weet uit ervaring dat een dier gewoon heel veel plezier geeft ook en ook heel veel ontspanning. Daar gaat het natuurlijk niet om, maar dat is wel een stukje wat je mooi terugkrijgt natuurlijk van zo'n dier als dankbaarheid van dat het helpt. Wij gaan zo nog rondlopen met filmen om een beeld te geven wat er hier allemaal te doen is. Wil jij zelf nog iets toevoegen aan dit gesprek of nog iets naar de kijkers toevoegen op dit moment? Nou, er zijn nog steeds, wat ik al vertelde, heel veel dieren die niet gechipt zijn. En heel veel katten die niet gesteriliseerd en gecastreerd zijn. Doe dat alsjeblieft. Het is maar een hele kleine ingreep. En je helpt daarmee het kattenoverschot gewoon helpen. Je kunt altijd ons bellen of de dierenbescherming voor eventuele hulp of wat dan ook. Maar zorg alsjeblieft dat alle dieren gechipt en gecastreerd zijn. Zodat als ze bij ons binnenkomen, dat wij ze heel snel weer terug kunnen brengen bij de eigenaar. Bij chippen hoort ook registreren natuurlijk. En dat we geen overschot aan katten blijven houden. Want het is echt, we kregen in 1 maand tijd, hadden we bijna 70 kittens binnen. Dat is echt gewoon te zot voor woorden. En dus mensen kunnen dat zelf voorkomen. En met weglopen, dan, als mensen dan bellen van ja, ik ben mijn kat kwijt. En je vraagt, zijn ze gechipt? Dan zeggen ze, nee, hij is niet gechipt. Ja, we hebben nooit gedacht dat onze kat weg zou lopen. Doe het gewoon. Er zijn speciale acties in Hedel, bij Sabommel. Voor chippen. Laat je die chippen. Het is zo gebeurd. En dat is, ja, castreren, steriliseren en chippen. Dat is het belangrijkste. Het belangrijkste. En voor meer informatie kunt u dus inderdaad een kijkje nemen op de website. Of u kunt reageren bij RTM, dat u ons belt. En dan zorgen wij ervoor dat u de gegevens krijgt van het dierenopvangtehuis in Bruchem. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ik wens jullie enorm veel succes. Ja. Sowieso vandaag, maar voor de toekomst natuurlijk ook. En ik hoop dat we je gauw nog eens een keer weer mogen begroeten. Goed. Dankjewel. Dankjewel. We zitten hier bij de dierenambulance en ik zit naast Nicole en Ans. Nou, Nicole en Ans, jullie zijn vrijwilligers bij de dierenambulance, dat heb ik goed begrepen. En in welke regio doen jullie dat? Ja, eigenlijk regio Maasland, maar we rijden op dit moment van Nijmegen tot Den Bosch. Dat is een groot gebied. Met hoeveel vrijwilligers ongeveer zijn jullie? 17 op het moment. 17. En jullie gaan elke dag? Elke dag. Elke dag? 24 uur. 7 dagen in de week. En hoe moet ik me dat ongeveer voorstellen? Hoe ziet een dag er ongeveer uit? Je begint rond 8 uur, 9 uur. Dan wordt er gewisseld. Je rijdt de hele dag eigenlijk je ritten. En om 6 uur 's avonds wordt die weer gewisseld. En dan begint de avond-nachtdienst. Oké, en tijdens die ritten, wat kun je allemaal verwachten of wat kun je tegenkomen? Veel. Gevonden honden, katten, vermiste honden, katten. Ook dieren die in het wild leven die hulp nodig hebben. Helaas ook dode dieren die we ophalen. Daar proberen we dan altijd wel de eigenaar van te achterhalen. Ja, is niet altijd mogelijk omdat ze niet altijd gechipt zijn. Maar ja, je komt gewoon echt heel veel tegen, maar ook heel veel mooie dingen. Ja. Kun jij zelf uit eigen ervaring een mooie ervaring vertellen? Ja, van de week nog een hele mooie ervaring gehad. Een jonge zwaan die was verstoten door zijn ouders. En kon geen aansluiting krijgen bij een andere groep. En die was gewoon helemaal van de kaart.
die liep gewoon op straat. En ja, collega's hadden hem 's middags al teruggezet in het water. 's Avonds hebben wij hem toch weer op moeten halen. En dan brengen wij hem naar een opvang waar hij op zijn gemak bij kan komen. En ja, waar dan hij, als hij weer helemaal fit is, dan wordt hij weer uitgezet. Oké, want hoe gaat het? Ik kom een dier tegen op straat en dan bel ik jullie. Gaat dat zo in de regel? Ja. Ja. Oké, en dan komen jullie met de dierenambulance. En wat doen jullie dan? Ja, het ligt eraan wat voor beest dit natuurlijk is. Een hond en een kat. Ik zal even onze hond pakken, dan kan ik ook iets laten zien. Dit gebeurt er als we een hond of een kat vinden. We hebben hier een chipreader. Het is een kwestie van op een knopje drukken. Je gaat er overheen en je krijgt een nummer te zien. En die zit gekoppeld in een databank. Die bellen we. En ja, de mensen kunnen ons vertellen waar de hond of de kat thuis hoort. En hij is gewoon binnen 10 minuten terug bij de eigenaar. Daarom is ook dat chippen zo belangrijk, hè? Ik bedoel, we hoorden het net al van Wilma, maar ook weer van jullie, hè? Dat... Ja, helaas laatst ook weer een hondje opgehaald. Hartstikke lief beestje, zo, ja, gewoon goed afgericht, luisterde naar alles. Ja, niet gechipt. En dan moet je hem helaas naar het dierasiel brengen in de hoop dat de eigenaar wel binnen 14 dagen zich meldt en dat hij terug kan naar de eigenaar. Maar ja, dat chippen, ja, daar hameren we gewoon heel erg op van, jongens, doe dat nou gewoon. Je hebt binnen 10 minuten je beestje terug. Ja, en dat is natuurlijk van, ja, als je je beest wil je graag terug hebben. Althans, ik ga daar even van uit natuurlijk. Hè. En dan is dat chippen toch wel heel belangrijk om dat inderdaad dan weer heel snel terug te krijgen. Ook in jullie werk, hè, van het weer vinden. Gisteravond hebben we eigenlijk een dode kat. We hadden er nog geen melding van gehad. Een dode kat langs de weg gevonden. Die was gechipt. En ja, het is wel een onheilsboodschap wat je brengt bij de mensen. Maar ze weten wel wat er met hun kat is gebeurd. En dat is gewoon super belangrijk. Dat denk ik ook. Want anders blijf je zoeken. En dan blijf je in die onzekerheid zitten van wat zou er gebeurd kunnen zijn. Of wat, hè, wat is of wat als. Daar is het ook inderdaad. Net wat je zegt, een onheilspellende boodschap, maar wel inderdaad dat je dat ook op een gegeven moment, dat ze een plaats kunnen gaan geven daarmee. En wat hebben jullie zoal bij je als je weggaat? Wie mag ik dat vragen? De kooien, de netten, de vangstok, de fixeerstok, de brancard, slopen, want een zwaan kun je niet beter vangen als met een kussensloop. Van alles eigenlijk. Vuilniszakken. Je kunt het zo gek niet bedenken of je hebt het inderdaad bij je. Nou, eigenlijk zou je gewoon een dag keer mee moeten gaan om te kijken wat er inderdaad op zo'n dag gebeurt. Klopt, ja. Ook om mensen een idee te geven van hè, wat vrijwilligers van de dierenambulance doen. Ja. Mag ik bij deze een afspraak maken om eens een keer een dagje mee te gaan kijken? Van mij wel. Ja, is er nog iets wat jullie op dit moment tegen de kijkers zouden willen zeggen? Of een oproep of iets nog toe willen voegen aan dit gesprek? Denk goed na of dat je een beest wel of niet wil. Ik denk dat dat inderdaad een hele goede tip is. Want laten we wel wezen, zo'n beestje is natuurlijk heel schattig als het klein is. Het wordt groter, het heeft tijd, aandacht en eten nodig. En ja, het is geen pakje boter. Nee, je hebt hem niet voor een dag, je hebt hem echt voor jaren. Ja, en ik denk inderdaad dat als je even, hè, want het is vaak ook natuurlijk een emotie als je zo'n beest ziet. En dat is natuurlijk ook in het dierenasiel. Maar de boodschap erachter is ga even achter die emotie staan en bekijk goed of dat je er A, tijd voor hebt. En B, ook die jaren, hè, er tijd wil in blijven investeren en kunt investeren. Want dat is eigenlijk nog het belangrijkste en zeker in deze tijd. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ja, ik vind het prachtig werk wat jullie doen. En ik, hoe gaat dat eigenlijk bij jullie met de... Want ja, goed, hier is ook natuurlijk geld voor nodig.
Dat is natuurlijk ook wel. Jullie leven ook van donaties van mensen? Ja, zeker, want anders redden we het niet. Dus ook iedereen, jongens, even dieren. De website? Ja, www.dierenbescherming.nl. Nou, allemaal even kijken. Aankomende week is er ook een collecteweek. Dus kijkers, ben gul. Ja, en zoals ze al zei, van even op de website. En ja, als we allemaal gewoon 50 cent zouden geven. Doen. Dank jullie wel. Nou, inmiddels staan wij in de entree van het opvangtehuis. Vertel, wat we zien hier. Nou ja, dit is de wachtruimte. Als mensen binnenkomen voor een hond of een kat, dan komen ze eerst bij de balie. Niet iedereen komt zomaar gelijk naar binnen. We willen eerst weten of men serieus geïnteresseerd is. Mensen willen heel vaak ook een keer een rondje komen kijken, maar dat doen we niet. Want het is gewoon te veel stress voor de honden en de katten om iedere keer maar weer andere mensen door de ruimtes te hebben. En vooral bij de honden, bij de katten is dat ook. Hierachter staan alle namen van de dieren op. Nou ja, we hebben nu wat bordjes hangen, zodat mensen niet zelfstandig zomaar overal naar binnen lopen. Want dat is niet de bedoeling. Mensen krijgen vandaag rondleidingen. Maar daar staan dus alle namen op van alle dieren, zodat wij precies weten welke kat en welke hond aan welke kant hoort te zitten. Oké, en we gaan nu even bij de dieren kijken. Ja, we gaan even naar de grote kattenruimte. Daar hebben we op het moment 20 volwassen katten zitten die heel graag een baasje willen. Ook allemaal heel erg leuk zijn. En daar gaan we eventjes in kijken en daarna gaan we naar de honden. We laten ze even zien en wie weet vinden we wel een baasje voor ze via RTM. Dat zou wel heel mooi zijn. Dus denkt u thuis van nou, hè, ik heb nog plaats voor een kat. We gaan even kijken. Het is gele Jantje, die kijkt scheel. Ach, wat een prachtige kat. Wat is dat? Ja. Jantje is een beetje scheel. Ja. Hij is heel erg lief. Hij is heel lief. Alles wat hier zit is lief. Sommigen zijn wat ouder, anderen zijn wat jonger. Er komt Senta onder de bank vandaan. Dat is onze bejaarde dame. Die is 14 plus. Ja, ze kan nog jaren mee. Maar ja, wie geeft er een kans, hè? Ik bedoel... Ja, want de katten die hier allemaal zitten en liggen, ze liggen ook allemaal heel erg op hun gemak. Het zijn ook allemaal katten die inderdaad gewend zijn om inderdaad in huis te zitten, wat je ook zo ziet. Ja, het zijn echt allemaal huiskatten geweest. En ja, ze willen gewoon lekker een plekje hebben om te slapen, wat eten en drinken. En, ja. En af en toe is een lekkere kroel. Ja. En ja, je krijgt daar natuurlijk ook weer wat voor terug. Hier zit ook nog... Wie? Janneke, dat is Janneke. Janneke is ook 10 plus geschat. En ja, zoekt ook een plekje. Maar hartstikke lief. Ja. Kijk, sommige zijn niet allemaal geschikt bij kleine kinderen. Omdat ze af en toe een keer een map kunnen geven als ze het beu zijn. Maar ja, het zijn gewoon allemaal hele lieve katten. Die weinig nodig hebben. Gewoon een aai, een kroel, een bakje eten. En lekker een keer naar buiten. Ja. Ja, want je ziet ook dat ze gewoon heel erg aanhalerig zijn. En dat ze ook echt... Echt die aandacht willen hebben. En daarbinnen zit nog één. Ja, hier zit er nog één. Dan zullen we eerst eens even. Dit is een ja, mag ik het even zeggen? Een soort Garfield. Ja. Ik, volgens mij, als ik het goed heb, is het O'Malley. Maar dat durf ik niet met zekerheid nu uit mijn hoofd te zeggen. Daarbinnen zit Tijger.
We hebben zoveel katten zitten die allemaal daar voor het raam. Die loopt de hele dag te flamen met iedereen. En hoe kunnen mensen daar nou langs lopen en er niet leuk vinden, ja. Toch? Ja. Ja, die wil echt heel graag mee. Want wie daar zit, dat is... Ja, ik weet niet precies uit mijn hoofd welke... Want we hebben de laatste tijd zoveel katten binnengekregen. Er zitten 23. Ik durf het even niet helemaal meer uit mijn hoofd te zeggen. Want dan ben ik bang dat ik verkeerde namen noem. Ja. Maar ze staan allemaal op onze website. Mensen kunnen allemaal op onze website alle katten vinden. Met de foto erbij. En nogmaals, op de website. En als je denkt van nou goed, via RTM kunt u het ook even de informatie vragen. En dan spelen wij dat weer door naar Wilma. En dan zorgen we in ieder geval dat u in contact komt met een van deze prachtige lieve katten. Inmiddels staan we bij de honden. Dit zijn Pixie en Editha. En Pixie is de blonde, de beetje kruising Labrador. En Editha is onze hele knappe zwart-wit-bruine dame. Het is als je ook naar die opslag krijgt. Ja, je krijgt ook gewoon zin om ze te aaien inderdaad. Het zijn zulke schat. Deze die zoeken ook een huis. Ja, ze zijn allebei een maand of 6. En zoeken een huisje, een baasje waar ze het liefst met een andere hond, waar ze gewoon heel gezellig kunnen spelen of samen geplaatst kunnen worden. Ze zijn allebei gecastreerd, gesteriliseerd. Ze zijn gechipt, gevaccineerd. En ze moeten nog veel leren natuurlijk, want ze zijn nog maar 6 maanden. Maar heel sociaal, heel vriendelijk. Vooral Pixie, dat is zo'n gezellig ding. Editha, Pixie is ook geweldig, maar die is wat meer voor zichjes. Maar super, super leuke hondjes. Ja, en het zou natuurlijk wel heel leuk zijn als je inderdaad zegt van, hè, ze zouden samen ergens geplaatst kunnen worden. Iemand die ook wat ruimte heeft en inderdaad ook met ze aan de gang wil om ze gewoon een heel leuk leven te geven. En die begeleiding die ze gewoon heel hard nodig hebben om natuurlijk van alles nog te leren. Ja. En daarnaast staat... Hiernaast hebben we Rakker. Rakker is afgestaan aan het asiel samen met nog een hondje. Baasjes waren wat ouder, medische problemen. Dus ze zijn naar het asiel gekomen. Rakker is gewend alleen maar op een erf te lopen. Hij is niet echt gewend aan de riem en zo. Dat gaat nu op zich goed. Ja, als er een boer is of zo, of een manege of een kwekerij die je hier veel hebt... Die gewoon een vriendelijk hondje zoeken. En hij hoeft niet met andere honden. Daar heeft hij het niet zo op. Hij vindt het prima als hij het maar alleen kan doen. En hij is een braaf hondje. Hij is gecastreerd, gechipt, geënt. Alles, het hele plaatje. En het enige wat hij wil is gewoon af en toe een knuffel. En ook gewoon een mandje om te slapen. Nou, ik zou zeggen inderdaad, net wat je zegt. We hebben hier zoveel kwekers, boeren. Heb je een erf waar Rakker lekker rond kan lopen? Ik zou zeggen, ja, kom hem halen namens Rakker. En natuurlijk Pixie, Editha, alle katten en alle honden natuurlijk. Ja, ze hebben zo recht op ook een leuk onderkomen. En wat je ook ziet, het zijn gewoon echt allemaal schatten. Nou, dit zijn onze speelvelden. Ja. We staan buiten en vertel wat we hier zien. Dit zijn onze buitenvelden. We hebben 5 kleinere en 1 grote. En alle honden gaan hier de hele dag zoveel mogelijk naar buiten. Als we meer honden hebben dan speelvelden, dan worden ze natuurlijk omgewisseld. Maar ja, met dit weer is het natuurlijk geweldig. Dus die staan zo goed als bijna de hele dag lekker buiten. Ze kunnen in de schaduw, in de zon, een beetje graven, een beetje rennen. Vrijwilligers die gaan steeds wel eventjes even erbij spelen of knuffelen. Dit is onze speelveld. Want er wordt ook heel veel aandacht aan gegeven, inderdaad, wat je zegt met knuffelen en even die aai. En daar zijn natuurlijk ook heel veel vrijwilligers voor nodig. Ja, de ochtenden is meestal alles schoonmaken natuurlijk. Want ja, dan hebben ze de hele nacht in de kennel gezeten. En dan willen ze wel graag naar buiten. Dus 's ochtends is alles schoonmaken. En 's middags gaan de vrijwilligers meewandelen en meespelen. Knuffelen, kroelen, noem maar op. Ja. Ik zie in de verte wat gekleurde ballen liggen. Is dat nog met een speciale bedoeling? Nou, omdat het open dag is, hebben we een speciale traaibaldemonstratie. Dat kunnen mensen langskomen om te zien hoe je met je hond kunt traaiballen. En dat betekent dat je een aantal grote gekleurde ballen op een veld hebt liggen. En die moet de hond dan weer in een bepaalde hoek drijven, zeg maar.
Dat begint een nieuwe soort hype te worden en een hoop mensen vinden het heel leuk. Dus daar zijn we demonstraties voor vandaag. Dat is wel heel leuk, want het geeft ook wel heel erg weer van hoeveel plezier je ook eigenlijk met je kameraad kunt hebben. Hè? En hoeveel ontspanning dat kan geven en heel veel plezier aan het beestje. Ja. En des te meer je met de hond doet, des te beter je band ook zal zijn. Ja, want dat is een band, dat bouw je op en dat komt niet vanzelf. Want ik denk dat het natuurlijk met dieren heel erg belangrijk is dat ze het vertrouwen in je krijgen. Ja, absoluut. En dat krijg je niet door alleen maar 3 keer per dag 5 minuten te wandelen aan de riem. Gewoon lekker met ze werken, dat ze het leuk vinden om voor je te werken. En dat jij de belangrijkste persoon bent waar ze dat voor willen doen. En dat is het mooiste wat er is om dat te doen met je hond. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken nogmaals Wilma voor je uitleg. En ik hoop dat er gewoon heel veel mensen ook op de site gaan kijken bij jullie en gaan reageren. En dat ze heel gauw geplaatst kunnen worden. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit zijn trouwens 3 hondjes, 3 pensionhondjes. En de kleine witte is ter adoptie, Snowy. En daar zoeken we nog een baasje voor. Maar een heel sociaal hondje. Dus voor Snowy is er nog een baasje gezocht. De kleine witte, Snowy. Deze. Oh, het is nou spannend. Hij heeft wel gebruiksaanwijzing hoor. Dus het is niet voor oudere mensen die lekker willen knuffelen. Hij moet gewoon een stoere baas hebben met een paar honden. Die gewoon weten hoe ze met honden om moeten gaan. Dan, Snowy is heel klein, maar het is eigenlijk gewoon een grote stoere hond waar je gewoon... Ze denkt zelf dat ze 1 meter hoog is. Ja, hij denkt zelf dat hij een pitbull is. Ja. Nou goed, dus wilt u Snowy nog hebben, dan kunt u contact opnemen. En natuurlijk voor alle honden. Nogmaals, heel hartelijk bedankt voor je ontvangst. Dankjewel, graag gedaan. Niki zat zijn best doen, alle mensen die binnenkomen gelijk een ootje aan te smeren. Goed zo mogen met Niki. We gaan beginnen bij de troostprijs. Niki, mag ik de troostprijs even zien? De blauwe kan. De troostprijs is een schoonmaakset beschikbaar gesteld door de winkeliers uit de omtrek. Ik wil u even voorstellen aan Erik. Erik gaat het rondje draaien. Erik zorgt dat hij minimaal een keertje rondgaat. Ja. En geef hem maar een zwaai. Ja. Geef hem maar een rondje, Nick. Erik. Voor de troostprijs gaan we. En de troostprijs is gevangen op nummer. Nee, joh. Is op nummer. Er was nog wat twijfel, maar dat brengt de spanning omhoog. Nummer 47. Van de groene loodjes. Wie heeft nummer 47 van de groene loodjes en komt maar losmaken van de troostprijs? Ik zie daar een meneer, Nicky. Die meneer heeft de troostprijs een schoonmaakset. Ik denk dat u dat beter door kunt geven. Alsjeblieft meneer, ik hoop dat u er blij mee bent. We gaan voor de tweede prijs van deze ronde. En het wordt allemaal op film gezet door onze heer. De tweede prijs, Nicky, is een houd hem omhoog, de vriendin. Die? Het lijkt niets, maar als u hem in de zon zet, wordt u opgeladen door zonne-energie. Als u de schakelaar op aanzet, gaat de vriendin draaien. Dit is de tweede prijs en die gaat eruit als Erik gedraaid heeft. Erik, wat is het nummer? 111! Nee, 111. Nee, 111. Het nummer, altijd twijfel, maar dat brengt de spanning bij alle mensen een beetje weer op de gezichten, is 111 van de groene loodjes, nummer 111. Wie wil de oplaadbare zelfvliegende vriendin op loodje nummer 111? 111 is in de kantine voor de dames van de voedselvoorbereiding. In de zon zetten, hij gaat vanzelf draaien op zonne-energie. Dan gaan we het spannendste rondje draaien en doen we de hoofdprijs. De hoofdprijs hier. Kan met een kaars erin. En de hoofdprijs gaat er dadelijk uit. Nicky komt terug. Nicky laat hem eerst eens zien, want de mensen moeten natuurlijk wel zien wat we gaan winnen. Dat is de hoofdprijs van de groene ronde. Hou hem naar de mensen toe, want dan zien ze dat er een kaars in zit. Deze gaat eruit en Erik gaat draaien. Ja! Trommelgeroffel voor de hoofdprijs.
fieten. Nummer 24. Ja, nummer 24, die is daar gewonnen. Nee! De dame van het Essiel zelf die geïnvesteerd heeft in het geld voor...